En hoe raak ik daar? Ja, we moeten stickers verzamelen. But first, let me take a selfie. Hallo mensen van Belgium Gaming, we zijn hier vandaag op een heel andere game. We zitten hier namelijk bij Little Big Planet 3. Dit is op mijn PS3 opgenomen en ja, ik heb er heel veel zin in, want ik heb de game ook maar juist. Dus we gaan beginnen met een klerenkie. Sek, hij noemt Sek. Oud. Oh, dit is ook goed. Maar we hebben geen kostuum. Oh, we moeten kiezen. Deze niet. Avontuur. Oh, nu kunnen we de kleur kiezen van het mannetje. Ga ik voor de... blauw. Voor de D. Super. Ja, dit is. Zo. Ogen. Hallo, kan u naar beneden kijken? Oh ja, dit is grappig. Wat is dit dan? Nee, dit is. Doorgaan? Ja. Test Loki. Dit is nog de tutorial, mensen. Ja, ik ben wel benieuwd. Heb je gemerkt dat alle SEC-personages, als ze door de fantaseersfeer struinen, allemaal een pokerface hebben? Omdat ze zich concentreren op hun werk, natuurlijk. Nou, dat hoeft niet de hele tijd zo te zijn, weet je. Je kunt je gezichtsuitdrukking veranderen met de richtingstoetsen. Heel simpel. Druk op de toets omhoog voor een stralende lach. Huh? En op de toets omlaag voor een frons. De toets rechts voor een vies gezicht. En de toets links laat je bang zijn. Zo. Ik weet dat je graag met alles aan de slag wilt hier. Maar alsjeblieft, denk aan het motto van de fantaseersfeer. Creëren en delen. Maar vooral, heb lol. En weet je... Ja. Dankjewel, opa. Ik... Ah, wat een mazzel. Daar is mijn kleine maatje. Klaar om me te komen helpen met banken. Gewoon maar één druk op de toets en ons avontuur begint. Zo. Als ze kijkt naar... Dan, hè? Dan betekent dat... Links. Links. Dat is hem. Zo, alles wordt afgebroken. Moet ik iets doen? En we vallen in een... Little Big Planet 3. Sorry mensen dat ik nu geen facecam erbij heb, omdat het me anders heel moeilijk gaat worden. En dan gaan jullie met schuin in, dat is ook niet echt zo. Want op mijn tv kan ik het namelijk niet zetten. Laden. Spulletjes pakken. Wat gaan we allemaal doen? Hé, hey, ja, yeah, je sprong is onhaalbaar. Neem wel een aanloop, ja. Oké. Laden. Hebben we... Oké, okay, op een berg. We gaan in de zon. Of nee, we vallen naar boven. Door de machine. Zo. Goh,
Oh, daar staat hij mee. Het is gelukt! Je bent er! Sorry voor het ongemak, maatje. Ik heet Newton. Welkom in Bankum, Mima, maatje. Waar de lucht bezaaid is met wervelende wolken vol verbeelding. Constant in Bankums atmosfeer geblazen door het kloppende creatieve hart in zijn kern. Een prachtige maan van verbazing. Maar ik ben bang dat Bankums lot op onze schouders rust. Ik zal het uitleggen. Ik denk het wel, dan snap ik het niet. Lang geleden, voordat de negativitron de knutselwereld bijna vernietigde, deden drie vraatzuchtige monsters zich te goed aan Bankums overvloedige creativiteit. De inspiratie droogde op en we stonden aan de rand van de afgrond. En toen kwamen er drie helden. Met hun snelheid, met hun kracht, met hun gratie. Het is ze eindelijk gelukt ze te vangen, de Titanen. Toen Bankum hersteld was in het creatieve paradijs dat je om je heen ziet, werden de helden langzaam maar zeker een mythe. Een mythe die ook een voorspelling heeft gedaan over de terugkeer van de Titanen. Oh my god. Vannacht, net voor het slapen gaan, worden al Bankums nachtmerries realiteit. En dan kom ik. Ik bedoel, wij, in beeld. Kom, mijn edele assistent. Bankums toekomst hangt af van ons, twee dappere helden. Maar waarom kunnen die andere mensen dat dan ook niet komen redden? Nu? Of zijn die er niet? Alles overtrekken met pen. Hoe sneller je een snel porteerder gaat, hoe sneller je uit de wonder. Hoe sneller je uit het wonder springt. Langzaam. Oh. Ja, dat klopt. En het laatste weer al. Het laat wel veel deze game, vind ik. We gaan van deze berg af. Ik heb een cadeautje voor je. Zo. Nieuwe sticker. Oh, wat hou ik van de berglucht. Die is ook zo... Ik moet die gem hebben. Stickers, man. Dat is wel grappig. Duw de linker joystick omhoog en omlaag om het scherm in en uit te gaan. Grappig zo. Alle stickertjes meenemen. Doe de linker joystick omlaag en druk op de actietoets om een tree omlaag te springen. Als je voor een tree springt, spring je er automatisch achterwaarts op. Oké. Okay. Newton is de uitvinder van de gloei. Heb ik je ooit verteld over die keer dat ik vast zat in een hoed? Oh ja? Nou, dat is een waar gebeurd verhaal en nog steeds relevant. Want het risico dat je in Little Big Planet vast komt te zitten is nog net zo echt als ooit. Als je vastzit in een ondoordringbare kloof of een onuitstaanbare situatie, is je poppet de redding waar je naar smacht. Open hem met de menutoets en selecteer opnieuw met je linker joystick. Hou dan de actietoets ingedrukt tot je kleine stoffenvriendje zich helemaal een ongeluk popt. Geen zorgen, hij is zo terug. Hij komt uit het laatste controlepunt gespat. Zo goed als nieuw. Zo, boom. Laag lanceerders sturen je van voor naar achter en van achter naar voor. Precies, spring erin en eruit als een iets dat erin en uit springt. Uitstekend werk. Je bent een echte stuiterbal. Ik weet het. Gebruik de actietoets en activeer blauwe laaglanceerders.
Gebruik de grijpentoets om op een klimbaar oppervlak te klimmen. Tijdens het klimmen kun je springen. Druk gewoon op de actietoets. En hoe raak ik daar? Ja, we moeten de stickers verzamelen. Zo. Geweldig werk! Ik wist dat je het kon! Oh, ja. Godsanne. Jongen, ik... Oh. Ja. En die, wat kan je met die stiekem? Oké, goed weer. We gaan. Ik weet niet of ik daar kom. Die, waarom maak ik die met zo'n... Allee. Middelste. Aha. Nu kan ik het hier ook perfect. Kijk gedaan. Ik heb die sticker er ook weer al bij gekregen. Waarom gaat hij met de luchtballon aan de muziek te voet? Gebruik de grijpentoets om sponsige dingen vast te pakken en de linker joystick om ze te slepen. Zo, ga weg. Druk kort op de actietoets tijdens het slepen en duwen en geef jezelf een zetje. Oh, dat ding wil ik niet. Ah, ja. Dat is een beetje logisch. God, logisch. Oh. Oh ja, goed werk. Wij zijn fantastisch. Ik weet het. Pak dat hangding en zwiep heen en weer met de linker joystick. Hartstikke handig, toch? Ja, dan moet je dat hangding ook nog... Wat ik het te pakken krijgen, maar... Zo, kijk het aan. Dat is wel grappig. Zo. Wat is dit dan? Raambissen of confituur of wat is dat? Zo. Zo. Met een godvisie. Nou. We moeten terug naar mijn luchtschip voor de voorbereiding van jouw, ik bedoel, onze levensgevaarlijke missie. Oh, hij heeft een luchtschip. Wauw. Daar moet hij een potent level voltooid. Zo. Listieke. De lampjes vervangen. Heb je al een van de multiplayer missies van Bunkum gespeeld? Perfect voor een stelletje zakers op zoek naar avontuur. Ik wil eerst het verhaal nog spelen. Voor de multiplayer. Maar ze komt het niet goed. Het laten we altijd steeds lang.
Welkom in mijn luchtlaboratorium. Gemaakt door mijn vader natuurlijk, maar ik heb er zelf wel wat aan verbeterd. Kijk ons eens. Samen zweerders. Klaar voor onze eerste supergeheime missie uitleg. Hier, pak deze sticker. Dank u. Dat is ons eerste doelwit. Een walgelijke locatie, genaamd Landhuis Hechtem. Plak maar op het missiebord. In de echte wereld wordt er nogal neergekeken op overal stickers opplakken. En terecht. Weet je wel hoe moeilijk het is om een sticker van een kat te trekken? Susan kon er niet om lachen. Maar in de wereld van Little Big Planet doen we de dingen graag anders. Ja, dus je mag stickeren waar je maar wilt. Zelfs op je beste maatjes of op je meest angstaanjagende vijanden. Tover je poppet tevoorschijn met de menutoets en selecteer stickers en versieringen met de linker joystick en de actietoets. Als je een sticker hebt gekozen, bevindt deze zich nu aan het einde van je poppetclub. Binnen die muren huist een chagrijnige oude taart, genaamd Grootje Pap. Plak haar gezicht er maar op als je het aan kan. Nou, sticker plak. Hup. Gruwelijk. Maar we moeten dapper zijn en bovenop het dak klimmen. Eén laatste sticker. Plak hem daar maar alsjeblieft. Dat is ons ware doel. Het blik met daarin de slechte titanen. We moeten daar zijn voor Grootje Pap ze vrijlaat. De oude. Grootje Pap. Gelukkig heb ik hier speciaal iets voor in elkaar geknutseld. Daar gaan we. Zo. Verbeelding wordt mechanisch. Handmatige inspiratie. Het zuigt. Het blaast. Het is de Pompinator. Nu gaat er iets vet komen hoor. Oh. Hé? Gisteren werkte dit nog. Wow. De Pompinator. Goed, pak het op. Dan laat ik je zien hoe handig het is. Je kunt nooit genoeg zakken hebben. Dat is precies waarom ik je wil voorstellen aan de gloednieuwe sekzak. Druk op de terugtoets om de sekzak te laten verschijnen. Gebruik de linker joystick om het onmisbare voorwerp dat je wilt hebben. Wat een geweldig apparaat. Oh, als papa dit er eens kon zien. Je kunt alle kanten oprichten met de rechter joystick. En wat doet dit? Richt op dat molentje daar en druk op de R1 toets om er beweging in te blazen. Blaas nu maar eens tegen die doos aan. Zo'n wind. Blaad. Oh, goed gedaan. Naar de controlekamer. Ja, blaad. Oh ja. De wijzen van het universum hebben eindeloos gedebatteerd wat de meest bevredigende gevoelens zijn die er bestaan. Lange tijd stond het slaan van een heetgekookt ei met een slaghout van wilgenhout op 1. Maar toen kwam Little Big Planet en zeiden ze een sticker is die je zelf gemaakt hebt. Om te beginnen, open je je poppet met de menutoets en selecteer je stickers en... Schiet op, maatje! Grootje Pap wacht niet als we treuzelen. Ja. Pap. Moet je wachten? Oh ja, als je zo'n keer 2 ziet, betekent dat dat je een vriend mee moet. Trouwens, je kunt wel 3 vrienden meenemen. Meer zielen, meer vreugd. Zo. Oké, mensen, jullie hebben het gehoord. Als jullie met mij Little Big Planet willen spelen, dan kunnen jullie gewoon meedoen met mij. We zijn er. Activeer die schakelaars. Dan kunnen we er vandoor. Oh. Briljant! Kom maar mee in dit super verticale infiltratiestation. Een
merk nu ook wel dat het een hele lange aflevering wordt. En we gaan naar Landgoed Hechten! Zo. Oké, mensen. Bij deze sluit ik deze aflevering af. Ik hoop dat jullie het heel leuk vonden om eens op mijn PS3 mee te kijken. En vooral dat jullie A Little Big Planet ook een heel leuk spel vinden. Want het is echt wel heel leuk. En ja, ik hoop dat jullie een groen duimpje achterlaten. En vergeet niet te reageren. Dat zou heel fijn zijn. Terug in de volgende aflevering van A Little Big Planet. Yeah.